Beelddenkers zijn visueel-ruimtelijke denkers. En ik begeleid deze mensen op professioneel vlak. Ik begeleid beelddenkers, mensen die anders denken dan de meeste mensen onder ons. En ik begeleid hen op hun werkplek. Ik heb zelf een burn-out gehad en ik ben zelf een aantal keren vastgelopen toen ik nog voor grote bedrijven werkte. Het kostte mij toen ook heel veel moeite om resultaten te halen en ik werd eigenlijk gewoon niet gezien. Iedereen van ons begint als beelddenker. Dus de eerste taal die we leren is beelddenken. Maar het onderwijs hier in het Westen zorgt ervoor, omdat het zo rationeel en lineair is, links georiënteerd, gaat het zorgen dat je eigenlijk meer naar begripsdenkers overgaat. Nu, beelddenkers zijn chaoten. Ze krijgen 32 beelden, maar ik vind dat niet mooi als term, dus 32 associaties per seconde in hun hoofd. Terwijl het woord om eigenlijk uit te drukken wat ze zien, wat ze zeggen, wat ze willen vertellen, dat komt maar aan 2 woorden per seconde. Dus die beelddenker zit bij wijze van spreken al 5 straten verder, voordat hij eigenlijk het juiste woord gevonden heeft om eigenlijk te zeggen wat hij nu eigenlijk wil zeggen. Als je gaat kijken, dan zijn er op dit moment zeker 1/3 van de mensen en 33% die uitsluitend beelddenker zijn. 25% is uitsluitend rationele denker of begripsdenker, zoals men dat noemt, het tegenovergestelde. En de 42% daartussen, die gaan eigenlijk onbewust kunnen switchen. Die hebben wel een voorkeur, maar die gaan onbewust kunnen switchen. Meestal hebben ze zo geleerd om zich aan te passen, dat ze eigenlijk hun unieke talenten gewoon vergeten zijn. Nu, als je je aanpast, dan ga je eigenlijk vaardigheden of competenties aanleren. En dat kost jou altijd energie. Hoe goed je er ook in wil worden, dat zal jou heel veel energie vragen, maar je zal nooit een uitblinker worden. Ik denk dat beelddenkers wel degelijk nodig zijn in grote organisaties of in organisaties op zich, omdat ze eigenlijk het zijn degenen die inderdaad de dingen in vraag durven stellen en degenen die ook met de nieuwe ideeën komen. Maar ik denk eigenlijk dat het dan heel erg op samenwerking aankomt en ook bewustwording. Want een beelddenker, een van de valkuilen, is bijvoorbeeld dat ze heel veel ideeën hebben. Ik noem ze dikwijls ideeën-orakels. Maar een idee van A tot Z uitwerken is voor hen veel lastiger. Ik vind dat er eigenlijk meer openheid in de maatschappij moet komen. Aanpassen van het een of het ander, dat is voor niemand goed. Want bedoel, als je je gaat aanpassen, of het nu een beelddenker is of een begripsdenker, iemand die zich aanpast, die gaat gebruik maken van aangeleerde vaardigheden en dat kost meer energie dan talenten. Mijn droom zou zijn dat er gewoon meer openheid komt en dat mensen inderdaad ook eens durven stilstaan van ik snap niet wat jij hier aan het doen bent of waarom dat je het hier doet, maar ik wil wel even tijd maken om te begrijpen waarom je dit op deze manier wil doen.